De dames van Fortuna Sittard zijn al 2 weken bezig met hun training. En vandaag gaan ze een wedstrijd spelen tegen Club Brugge. En dat wordt in Nederweert eind gespeeld. Onze belangstelling doet met de nieuwe speelsters. De een is Chandra Davidson uit Canada en Myrthe Maurice. Fortuna Sittard, hoe heb je zich van tevoren gevoetbald? Ik kom zelf uit Venroy. Daar heb ik eigenlijk de hele jeugd bij de jongens gespeeld. Toen heb ik nog even een uitstapje gemaakt naar Withorst. En van nu toe ben ik eigenlijk naar de vrouwen gegaan. Bij VV heb ik gevoetbald, bij FC Utrecht, bij PSV. Naar Twente gegaan en toen uitstap 4 jaar in Duitsland geweest. Bij SC Sand, helemaal niet zo van Duitsland. En de laatste 2 jaar in Keulen. Je zit nu 2 weken in de gang bij Fortuna Sittard. Zou je verschillen bij Fortuna qua professionaliteit en alles wat er bij hoort ten opzichte van Keulen, Twente en al die andere verenigingen? Ja, ik moet zeggen, Fortuna pakt echt heel goed op. Buiten de trainingen, qua organisatie met eten. De woningen die wij beschikbaar gesteld hebben. Dus ik moet zeggen dat het heel goed is bevallen nou, de eerste 2 weken. De woon zelf ook op de waterslee? Ja, klopt. Precies. Ja, ik woon ook op de waterslee zoals heel veel andere meiden dat ook doen. Ja. Liek me heel goed voor de teambuilding. Ja, absoluut. Zo buiten de trainingen, dan klopt het ook even een keer extra aan de deur van zo'n wandeling maken of met elkaar wat eten. Dus dat is toch anders dan dat je weer helemaal naar huis gaat. Dus ik moet zeggen dat bevalt me, bevalt me goed. En met allemaal die verschillende nationaliteiten, wie kent ze daar met omgaan? Ja, dat was natuurlijk ook al wel gewend in Duitsland dat er veel nationaliteiten BN waren. Ik vind het alleen maar goed geleerd weer heel veel van die andere meiden. Die hebben weer net iets anders. En natuurlijk ook qua taal. Worden niet alleen op voetbalveld, maar ook persoonlijk best wel veel van geleerd. Daar hebben ze in het verleden één interland voor Oranje gehad. Kunnen we nog het verwachten van dich in de toekomst? Ja, dat gaan we zien. Die vraag kreeg ik nog steeds dukker gesteld en ook weer terug ben gekomen in Nederland. Ik kom eerst echt de focus leggen hier op Fortuna. Zorgen dat het toch gaat staan en dat ik dan mijn bijdrage de meiden ga helpen. En dan zien we wel wat er uitkomt. En Van der Gracht is ermee gestopt, hè? Ja, die had de laatste wedstrijd gespeeld. Een hele goede verdedigster is dat voor Nederland zelf al geweest. Dus we gaan zien wat er gebeurt. Die Fortuna heeft ook een goede verdedigster teruggekregen, hè? Ik wil gewoon echt mijn bijdrage nog een steentje gaan bijdragen hier in het team. De meiden helpen met mijn ervaring natuurlijk in Duitsland en de jaren in de Eredivisie. Wil ik vooral een open deur zien voor de meiden, dat ze bij mij terug kunnen komen. Gaan wij de ambities, die Fortuna natuurlijk ook heeft uitgesproken, gaan wij natuurlijk alles aan doen om daar iets moois van te gaan maken. We wensen je heel veel succes weer. Dankjewel, bedankt.
Yeah, Chandra, welcome in Sittard. Can you tell us where you came from and what brought you to Sittard? I came from Canada. I live about 20 minutes from Toronto in a town called Hamilton. And basically, I went to the States for 4 years and then after that wanted to keep playing. So I came over to Portugal for 3 years and then now I'm here. Is that normal that a player from Canada goes to the United States and then ends up in Portugal? I think definitely to the United States. I had a scholarship there, so a lot of my friends went to the States as well, but coming to Europe, that's not very common. There's not a league in Canada yet, so a lot of people just stop playing after college. I took that risk to come over here to play, so yeah. So now you are in Sittard, you're probably already adjusted, but what do you think about the circumstances where you have to play and deal with here in Sittard? Oh yeah, I think it's great. I saw the stadium. I'm really eager to play my first game there. The atmosphere is amazing, from the fan day to just the support we get at practice and everything. It's been really great. So. And what are your expectations? I think that we're going to have a great season. I think we just take it game by game and we're really just learning how to play with each other right now. Well, me, because I'm new. Play as a team and get goals and win games. A lot of different nationalities in the team. How does that work? There are some different nationalities. It's good for me to have other internationals. It just makes it easier to get integrated into the team. But people from all over, it just brings different styles of play, I think. And you're going to learn how to speak and understand Dutch? That's the goal. So I'm already starting. So hopefully I can get better at it. Yeah. I wish you good luck then. Thank you very much. Thank you.